Welkom kijkers bij weer een nieuwe video. Vandaag speel ik Fortnite. Het wordt maar een korte video. Want ik heb hiervoor, voor wat ik hier heb gemaakt. Oh, dit gaat niet helemaal goed. Oké, zo. Maar hiervoor heb ik meer dan 200 freestrips moeten gebruiken. Om dit te maken. En voor de mensen die het nog niet weten en die denken van... Hoe kom je dan aan zoveel freestrips? Dat zou ik laten zien. En nog niet iedereen weet het volgens mij, want dat is sinds de laatste update van Fortnite. Maar kijk, ik heb hier voor 200 freestrips moeten gebruiken, meer dan 200. En het heeft niet heel veel effect, zie ik nu. Maar dit heeft geen effect. Nou, ik dacht, als je er zoveel doet, zou het wel effect hebben voor maximale hoogte. Maar blijkbaar dus nog niet. En nu voor de mensen die niet weten hoe je aan zoveel freestrips komt, zal ik ook even laten zien. Ik heb een heel flesje lama. Hier staan 3 vendings. Met allemaal gratis traps. Bouncers en freestrips. Je kan er net zoveel uithalen als je maar wilt. Kijk maar, ik heb nu 245 bouncers, 245 traps. En kijk. Nu krijg ik er meteen 5 bij. Het gaat per 5. En hier heb je dan wapens gratis. Maar het is niet dat alle dingen gratis zijn geworden. Want zoals... Even kijken, waar was dat? Ja, ik weet weer wat dat was. Hier... Kijk maar, hier kost het heel gewoon 225 metaal hier. Kijk, dan wil je het ook niet meer kopen. Ik heb heel wat kunnen kopen net. Maar dat wil ik in deze video even laten zien. En wat jullie dus ook nog veel makkelijker kan doen. Is dus dit. Zo. En dan is er 1 de goede. En dan moet je kijken welke het is. Door gewoon door 1 random ding te lopen. Oké, wacht. Dan moet je het dan van metaal doen, want dit zie je. Nou, hup. Zo. Hij gehaald. Mooi. En dan zo verder. Ik denk dat jullie dat wel kennen. Dead Run heet het volgens mij. Ja, Dead Run heet het. En dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Like, abonneer. En tot de volgende video maar weer. Doei!